We worden gedreven door en tegengehouden door oud zeer. Trauma's die in ons systeem zitten opgeslagen van ervaringen die we als kind hebben meegemaakt of van voor onze geboorte tijdens de zwangerschap of in het vorige leven. Of er zit iets in onze familielijn. Een bepaalde blokkade of meerdere waar iedereen in de familie last van heeft. Een soort energieophoping op een bepaald gebied, op een overtuiging waar niemand zich echt van bewust is. Iedereen merkt wel, dit gaat me goed af, maar als ik dat doe, dan gaat het mis, dan word ik angstig, dan lukt het gewoon niet. Om wat voor reden dan ook, het lijkt wel of het universum samenspant om mij te dwarsbomen. Maar het enige dat het universum wil, is jou bewust maken van je eigen dwarsboom. Je saboteert jezelf omdat je iets hebt geërfd. Er zit iets in je DNA of in je energetisch veld dat voor storing zorgt. En het is de bedoeling dat je daar naartoe gaat, naar die storing, naar die pijn en onderzoekt wat dat voor overtuiging is die daarachter ligt. Dat is schaduwwerk. En een eerste stap om met jezelf aan de slag te gaan is regressie. Maarten Oversier legt dat zo uit, regressie betekent letterlijk teruggaan. In de context van therapie betekent het teruggaan naar traumatische gebeurtenissen in het verleden. Die gebeurtenissen zijn niet goed afgerond, zijn onverwerkt achtergebleven. En die willen gezien worden, die willen geheeld worden, die willen alsnog verwerkt worden en daarom vragen ze aandacht. Dat is een trigger. Je kunt uit het niets getriggerd worden en die trigger zorgt voor een onaangenaam gevoel in ons lichaam. En dat gevoel, daar moet je naartoe. De meeste mensen rennen op zo'n moment precies de andere kant op. Die willen weg van dat gevoel, dus die rennen soms letterlijk weg. Soms kan dat niet en dan proberen ze dat gevoel weg te stoppen of te verhullen. En dat doen ze door er een ander gevoel op te leggen. Als een soort dekentje. Dus dan leggen ze daar bijvoorbeeld frustratie op of irritatie of boosheid. Daarmee dekken ze de pijn af. Of ze storten zich op hun werk om zichzelf af te leiden. Anderen gebruiken daar muziek voor. Die hebben de hele dag muziek aanstaan, want die zijn doodsbang voor stilte. Want in de stilte komt de pijn naar boven. Of ze kiezen voor verdoving, alcohol, eten, sporten. Of ze gaan naar de huisarts en die schrijft dan een verdovend middel voor... En je kunt dit allemaal doen, je mag dit allemaal doen, maar in dit leven of in een volgend leven zul je dat trauma aan moeten kijken. En het leuke is, als jij die traumatische gebeurtenis alsnog de ruimte geeft en verwerkt, dan heb je dat ook meteen gedaan voor je familie. Zo'n regressie hoef je niet per se door een therapeut te laten doen. Je kunt het ook zelf. Het is wat makkelijker als je naar iemand anders luistert die je. In een meditatieve toestand brengt en je door het proces heen leidt. Maar het is ook mogelijk om dat zelf te doen. Teal Swan heeft daar bijvoorbeeld een handleiding voor geschreven: The completion process. Daarin staan alle stappen beschreven: wat je moet doen, waarom je het moet doen. En ik heb dat ook gedaan. En ik kwam uit bij een oude herinnering van toen ik een jaar of één, anderhalf was. Ik wist niet dat ik daaruit zou komen. Ik concentreerde me op een niet zo fijn gevoel. En op een gegeven moment komen er dan beelden boven. Er komt een soort film die gaat spelen. Niet dat je letterlijk wat ziet. Dit gebeurt allemaal in je verbeelding. Met je verbeeldingskracht kun je veel meer dan een beetje in het wilde weg fantaseren. Je verbeelding is een soort, ja, een soort filmtheater. Waar veel meer mogelijk is dan je, dan je denkt. En het is niet allemaal, oh, ik bedenk het en dan zie ik het een beetje in mijn, in mijn hersenen ergens en dat is het. Nee, daar gebeurt veel meer. Dus ik wist dat ik een jaar of één, anderhalf was en in een wiegje lag. En ik zat vast. Mijn beentje zat vast tussen de houten spijlen van het wiegje en ik kreeg mezelf niet meer los. Wat doe je dan? Je gaat huilen. Want ik wist ook dat ik ergens op de eerste verdieping lag en dat mijn moeder beneden zat. En ik wist dat mijn opa en oma ook beneden zaten. Dus ik ga huilen, ik roep om hulp, maar er komt niemand. En dan voel je je best wel hulpeloos en dan maak je op zo'n moment een overtuiging aan van... Ik kan van niemand op aan. Ik moet het zelf doen. Ik kan alleen... Op mezelf vertrouwen in dit leven. Ik mag geen fouten maken, want als ik een fout maak, kom ik vast te zitten, letterlijk en figuurlijk. En dan komt niemand me helpen. Perfectionisme komt daaruit voort, uit alles foutloos willen doen en daarom constant op je hoede zijn. Dat is waarschijnlijk allemaal te herleiden naar dat ene moment. En voor een buitenstaander is dat iets heel kleins. Je zat even vast, nou in. Maar dat kan een enorme impact hebben, waardoor je allemaal. Overtuigingen gaat aanmaken waar je niet meer zo makkelijk vanaf komt. Die draag je in je onderbewuste met je mee. Tot het moment dat je eens even gaat kijken wat er in dat onderbewuste, in je schaduw, eigenlijk allemaal zit. Digging in the Dirt van Peter Gabriel gaat hier bijvoorbeeld ook over. This time you've gone too far, zegt het ego. Ho ho, je bent te diep aan het gaan. En dat wil het ego niet. Die is daar doodsbang voor. Dus die zegt: Don't talk back, just drive the car. Doe maar gewoon wat je altijd doet. Denk er niet te veel over na. Laat mij maar bepalen wat goed voor je is. Keep your hands on the wheel, don't turn around. Niet achterom kijken. This is for real. Digging in the dirt. En dan zeg je schaduw, alle dingen die daarin zitten, stay with me. I need support. Ik heb steun nodig en acceptatie en ik wil gezien worden. I'm digging in the dirt to find the places I got hurt. Open up the places I got hurt. Nou, waarom mijn moeder niet naar boven kwam, daar kwam ik pas later achter toen ik deze herinnering aan haar voorlegde en ze zei: Ja, dit is inderdaad gebeurd. Haar ouders, mijn opa en oma, Hadden tegen haar gezegd, laat me huilen joh. He, Hij moet mij leren dat er niet altijd iemand voor hem klaarstaat. Dat was hun overtuiging. Die hebben zij ook weer ergens opgepikt, waarschijnlijk toen zij heel jong waren. Dus dat thema, je moet het alleen doen, je kunt op niemand vertrouwen, niemand gaat je helpen, hebben zij op deze manier onbewust op mij overgedragen. Als deze overtuiging dan alsnog gezien wordt, bewust gemaakt wordt en verwerkt wordt, dan los je dat issue van andere vertrouwen en alles perfect willen doen. Dat issue los je voor je hele familielijn op. En de buitenwereld is een reflectie van je binnenwereld. Dus dat betekent dat als je je binnenwereld opschoont, dat de buitenwereld automatisch mee verandert. Dat kan niet. Hetzelfde blijven. En zo komen we bij Marty McFly uit Hill Valley. Want jullie dachten allemaal dat Back to the Future een film was over tijdreizen met veel humor en een beetje romantiek. Maar nee, we zien in Back to the Future de regressie van Marty McFly. We zitten te kijken naar iemand die schaduwwerk aan het doen is. Marty brengt het trauma dat in zijn familie speelt terug uit het verleden naar verderop in de tijd, oftewel naar het nu, back to the future. Nou, hoe verwerk je nou een trauma door de herinnering bewust te maken en te veranderen? Je kunt het verleden veranderen. Je kunt als je vastzit in een wiegje, dan kun je jezelf bevrijden. Je kunt jezelf troosten en dan kun je de jij die nu volwassen is, die kun je je moeder laten ophalen van beneden. Bijvoorbeeld. Je zet je huidige zelf in de situatie. En dan kun je er ook nog engelen bij halen of andere vertrouwenspersonen. Alles kan. Nou, Marty McFly. Het loopt allemaal niet zo lekker met onze Marty. Hij komt altijd te laat. Staat ook op de filmposter. He was never in time for his classes. He wasn't in time for his dinner. Then one day he wasn't in his time at all. Hij heeft een vriendin, maar dat moet allemaal stiekem, want zijn moeder wil niet dat hij samen met haar weggaat. Hij moet overal met zijn skateboard naartoe, want hij heeft geen auto. Als hij de auto van zijn ouders wil lenen, dan wordt hij de dag ervoor door Biff in de prak gereden. Hij zit in een band, maar als ze auditie doen voor een talentenjacht, worden ze meteen afgewezen. Mardi houdt de moed erin. Dus als hij voor de zoveelste keer te laat op school komt en Mr. Strickland zegt tegen hem: No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Dan antwoordt hij: Yeah, well, history is gonna change. Maar hij gelooft er niet echt in. Hij wil zijn demo ook niet opsturen naar de platenmaatschappij, want wat als ze hem daar ook afwijzen? Hij zit in een slachtofferbewustzijn. Hij is overal de dupe van, niks lukt en het is ook geen toeval dat zijn band de Pinheads heet, oftewel de idioten. Hij heeft zijn slachtofferschap helemaal geïnternaliseerd. En dit is een familiedingetje. Dit doen ze bij de McFly's allemaal. Zijn vader George heeft altijd schrijver van science fiction verhalen willen worden, maar hij heeft dat nooit doorgezet omdat hij zijn verhalen nooit aan iemand heeft willen laten lezen. I never let anybody read my stories. Why not? Or what if they didn't like them? What if they told me I was no good? I guess that'd be pretty hard for somebody to understand. Nou, niet dus. Deze manier van denken is precies waar Mardi zelf ook last van heeft. Nou, er zijn tal van aanwijzingen dat Mardi niet met een tijdmachine naar het verleden reist, maar dat hij dit in een meditatieve toestand beleeft of droomt hij ligt op zijn bed en heeft zijn hersengolven in de theta of delta stand gebracht en is schaduwwerk aan het doen zo zien we hem aan het begin van de film op bed liggen en aan het einde van de film nog steeds hij ligt in dezelfde pose hij heeft dezelfde kleren aan hij is niet fysiek weg geweest hij heeft de hele nacht aan zichzelf gewerkt. En net als in een droom werkt tijd heel anders als je in een andere staat van bewustzijn bent. Voor zijn gevoel is hij een week weg geweest, maar eigenlijk heeft hij buiten de tijd om zijn werk gedaan. En dat zien we op het nummerbord van de DeLorean. Out of time. Hij is los van de tijd. Nou, er zijn een heleboel aanwijzingen dat hij niet. Fysiek naar 1955 is gereisd, maar dat het in zijn verbeelding gebeurt. Hij zit in een soort droomstaat. Oké, okay, McFly, get a grip on yourself. It's all a dream. Just a very intense dream. En als hij de tijdmachine heeft verstopt en naar zijn woonplaats Hill Valley toe loopt in 1955, wat is dan het eerste dat we horen? Mr. Sandman, bring me a dream. Bring me a dream. En dan pakt hij de krant erbij en ziet de datum, en dan zegt hij. This is gonna be a dream. En aan het einde van de film, als hij wakker wordt, what a nightmare! Het is ook niet toevallig dat de school waar zijn ouders op zitten, een schoolfeest heeft georganiseerd, het magische onder de zeebal, die Enchantment under the sea dance, het afdalen in de zee, in het donker, naar een onbekende wereld, staat symbool voor het binnengaan van het. Onder bewustzijn. Enchantment komt van het Franse woord enchantement, dat iets of iemand betoveren door middel van magie of hekserij betekent. En dat komt weer uit het Latijn van incantare, dat een vloek of toverspreuk uitspreken betekent. Dus enchantment komt neer op magie beoefenen. En laat de regressie nou energiewerk zijn. En een ander woord voor energiewerk is. magie. Magic. Of magic met CK. Daar komt nog bij dat tijdens het schoolfeest. Neptunus prominent in beeld staat. De god en de planeet die gaat over. fantasie, verbeelding, illusie en. dromen. Nou, in deze regressie ontmoet hij de jongere versie van zijn vader, George. En van Biff. En die hebben in 1955 bijna exact dezelfde dialoog als eerder in 1985. En er zijn altijd dingen tijdens een regressie waar je niet bij kunt komen. Er zijn altijd dingen die je moet invullen. En dit is zo'n moment waarbij Marty het gesprek waar hij eerder bij was, heeft gebruikt voor deze herinnering. Wat George en Biff 30 jaar geleden precies tegen elkaar hebben gezegd, is niet zo belangrijk. Dus om verder te kunnen met het verhaal, vul je zoiets in met iets wat je kent. In mijn geval had ik de locatie niet helemaal goed. Dus ik wist dat ik op de eerste verdieping lag, maar niet in welk huis. Dus ik heb daar het huis van mijn opa en oma voor gebruikt. En toen ik het later checkte, bleek het een ander huis te zijn geweest. Wel het huis van mijn opa en oma, maar het huis waar ze destijds woonden en waar ik geen herinnering aan had. Maar de locatie deed er niet toe. Dus dan vul je dat in zodat je gewoon verder kan. Nou, dan wordt in plaats van George Marty door een auto aangereden en wordt dan opgevangen door de jongere versie van zijn moeder, Lorraine. Hij is bewusteloos en wordt langzaam wakker in haar kamer. Mom, is that you? There now, just relax. You've been asleep for almost nine hours now. Yeah, horrible nightmare. Opnieuw een verwijzing naar de droom die dit is, maar deze scène speelt zich af in het donker en we horen Lorraine, maar we zien haar niet. Het zou kunnen dat Marty niet bij zichzelf een regressie doet, maar zijn moeder in 1985. Dat zij naast hem zit terwijl hij op bed ligt en dat zij hem door de regressie leidt. En in deze scène zit hij nog steeds voor zijn gevoel in 1955. Maar hij hoort even de stem van Lorraine in 1985. En ze zegt: Je bent al negen uur lang in slaap. Ontspan. Het kan heftig zijn wat je allemaal tegenkomt. Maar relax. Het komt allemaal goed. Zo wordt hij gerustgesteld. Anders komt hij uit de hypnose. En kan hij de regressie niet afmaken. Maar hij ontspant. Zijn brainwaves gaan weer terug naar de delta-stand en hij is weer volledig in de droom. Nou, de volgende dag zoekt hij Lorraine op op school en hij wil haar aan George koppelen, maar dat gaat helemaal mis. Ze valt als een blok voor Marty en ze zegt dan tegen haar vriendinnen: Isn't he a dreamboat? En later, als hij achtervolgd wordt door Biff en er op een Skateboard vandoor gaat, staat Lorraine aan de kant te kijken en zegt ze: That's Calvin Klein. Oh my god, it's a dream. En nog geen minuut later, an absolute dream. Nou, hoe verandert Mardi nou dat slachtofferbewustzijn van zijn ouders en vooral van George? Dat is ten eerste het goede voorbeeld geven, namelijk dat je voor jezelf opkomt. In het café laat Mardi Biff. Struikelen en slaat hem dan op zijn gezicht. George staat daar met zijn neus op. Die heeft het allemaal gezien. En dan wil je een situatie creëren waarin George dat voorbeeld volgt. Dus dan verzinnen ze: Marty neemt Lorraine mee naar het schoolfeest. Op de parkeerplaats wordt hij iets te handtastelijk. En dan doet George de deur open, sleept Marty uit de auto en redt Lorraine. Dat is het plannetje. Maar dat plannetje mislukt en dat is maar goed ook, want dat zou een toneelstukje zijn geweest. Misschien dat Lorraine alsnog op George verliefd zou zijn geworden, maar George heeft niets in zichzelf overwonnen. Dat slachtofferschap draagt hij nog steeds bij zich en dat zou hij alsnog aan Mardi hebben doorgegeven. Energiewerk werkt niet als je doet alsof dus wat is het beste dat Marty, George en Lorraine had kunnen overkomen? Biff. Het is dankzij Biff dat George de kracht in zichzelf vindt en voor het eerst voor zichzelf opkomt. Biff is de donkere kracht. Hij komt onverwacht langs, hij komt uit het niets en zorgt voor contrast. Hij voert het contrast tussen goed en kwaad, licht en donker zo hoog op dat George nog steeds een keuze heeft, maar uiteindelijk kiest voor het licht. Hij overwint zijn angst, kiest voor het goede en doorbreekt de slachtofferovertuiging in zijn familielijn. Je kan ook zeggen: hij ruimt zijn karma op. En iedereen die een beetje thuis is in de herkomst van namen wist al dat dit eraan zat te komen, want de naam Biff komt van een nickname that was based on the English word biff which means punch, hit, strike. Nou, Marty wordt wakker. Het is 1985. Nog steeds. Hij staat op, loopt de woonkamer in en alles is veranderd. En dat is logisch, want het kan niet anders dat als je innerlijk werk doet je trauma heelt en verwerkt dat de buitenwereld mee verandert. In de film is dat nogal rigoureus en snel, maar als je je vibratie verandert door bepaalde energieën in jezelf te transformeren, dan zegt de wet van aantrekking: oké, okay, je oude werkelijkheid matcht niet meer met jou. Dus je stoot je oude werkelijkheid energetisch af. En je trekt de nieuwe werkelijkheid aan. En je hebt geen tijdmachine nodig. Je hebt geen ingewikkelde natuurkundige formules nodig. Het zit allemaal in jezelf. En daarom begint de film ook met een beeld waarmee ze eigenlijk zeggen: Who cares about wetenschap? Wetenschap is achterhaald. Einstein, daar scheiden wij op. Nou, het is. Hondenvoer, maar het lijkt toch wel sterk op een andere substantie. De naam Einstein wordt in elk geval besmeurd, letterlijk. Nou, tot zover de Back to the Future filmanalyse. En deze aflevering 55 van de Interdimensionale Talkshow. Tot volgende keer.